In de Stevenskerkers vrijdagmiddag een nieuw Nijmeegs bier gepresenteerd. Met de naam Almotte Krupe brengt Nijmegen een ode aan de kerk en de Stevenstoren. De eerste editie van het bier is gefinancierd door Wij Zijn Nijmegen. En de opbrengst is voor het onderhoud van de Stevenskerk. Brouwer Geert de Graaf maakte het biertje en vertelt wat het nou precies is. Het Stevensbier is een fris tarwebier geworden, ongefilterd. Een beetje fruitig, met een lekker frisse hopbitter achteraan. Lekker voorjaarsbier, lekker zomersbier. En dat was de opdracht en dat is geworden. De Stevenskerk die wil de komende jaren elk jaar een bier uitbrengen. En zij hebben aan mij gevraagd om de eerste versie daarvan te bedenken en te brouwen. En de opdracht was ook een beetje om makkelijk te beginnen. In de zin van, het wordt uitgebracht in het voorjaar. Dus het moet makkelijk doordrinkbaar zijn. Het moet lekker fris zijn. Dat was de opdracht. Er zijn diverse cafés waar je kan drinken. Ik weet in ieder geval bij café Samson kun je drinken. Bij café Jos kun je drinken. Je kunt bij ons drinken. Voor de rest zijn de flessen te koop in de Sint-Stevenskerk. Het is eenmalig gebrouwen. Mocht het zo snel op zijn dat er nog meer belangstelling is, dan maak ik een tweede brouwsel. Maar het is in principe eenmalig. En ja, je kunt het wel als seizoensbier, een beetje als seizoensbier beschouwen, omdat het wel gebrouwen is na dit seizoen, zeg maar, voorjaar, zomer. Maar je kunt het natuurlijk het hele jaar doordrinken.